Hey mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Nou, we zitten in de boot, we gaan weer een dagje vissen. We moeten heel even wachten tot de mist opgetrokken is. Het is een beetje mistig vandaag. Niet heel veel wind, dus het duurt even. Maar als de mist weg is, dan gaan we lekker vissen. We gaan het zeker weer trollen proberen vandaag. Dat was de vorige keer erg goed. Groot rubber. En dan gaan we kijken of we wat mooie snoeken kunnen vangen. En dan laten ze uiteraard jullie zien. Dus let's go. Jongens, we gaan weer vissen met groot rubber, zoals we al zeiden. Dit is de 32 cm roach. Ja, echt een topkleur. Het is vandaag nog wat mistig. Dus we kijken eventjes de stekker af waar we kunnen vissen. In ieder geval felle kleuren gaan we in ieder geval mee beginnen, want het was vorige keer erg goed. Net wat lijn ook. Ja, hoorde het met de ratel. Kromme hengels, jongens, kromme hengels. Ja, niet zien. Mooi. Ja, dat is een mooi vis. Dat is een mooi vis. Met alles bij de hand. Zo gaat het hartstikke prachtig. Kijk eens even. Dat is een mooie. Kijk eens even. Oh, een visje. Dat is de mooie. Zeker. Mooie arbeid ook. De ratel verraadde goed dat er wat gebeurde. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Oh ja. Het is gewoon een leuke vis. Niet te spelen. Kom maar zitten even. Handig. Ja, die is wel een meter. Het is wel een dunne. Maar ja, het is een mooie vis hoor. Het is wel een metertje denk ik. Nou, lekker zeg. Zo jongens, nou, we hebben een fotootje gemaakt. Gaan we netjes terugzetten. Tijd om afscheid te nemen, daar gaat het. Kijk eens even. Goeiedag. Lekker ouwe. Hoho, bam! Nou jongens, net een mooie meter vis. 1,3 meter. We starten weer op. De hengels liggen inmiddels weer in. De laatste gaat zo in de steun en dan ja, gaan we weer meters maken. Dus nou, groot rubber, hè, het loont weer. Grote roach was deze keer
Dat was deze keer goed. Dus nou, gaan we zien wat het nog mee gaat brengen. Ja. Daar is er eentje. Goed voor de nummers, jongens. Ja. Kleinere snoepjes toch wel vaak dat die plenen eraan blijft. Oh, kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. Dat is lekker toch? Makkelijk ontwaken. Ja, dat is nummer 2 voor mij. Jij hebt er 3? 3. Ja. 5. 5 vissen. En we hebben er een aantal gemist, hè? Misschien zijn we nog niet klaar, jongens. Zo, jongens, we hebben even hapje gegeten. We hebben nu 6 vissen in totaal. Volgens mij wel, hè? 6 vissen. Dus de grootste 1 meter 3 en de ene grootste 99. Dus zeker niet verkeerd. Een paar kleintjes om, ja, om de actie een beetje op te vullen. Dus we gaan nou weer wat sterker bevissen, trollend met groot rubber. En gaan we kijken wat het daar te eten gaat brengen. Ja, aanwezig. Ik gaf net die actie, hè? Ik wil net zeggen. Dat is bizar, ouwe. Ik zei net van, ik zei net met mijn lijn eventjes lijn geven, dat hij wat flap viel. Even kijken wat het is. Nou, jongens. Mooi vis. Ja. Hartstikke mooi vis. Daar gaan we even een plaatje van maken en dan zetten we weer veilig terug. Prachtig, jongens. Toch nog 91 centimeter. Niet verkeerd. Goeie vis? Ja, het lijkt erop. Hij geeft goed weerstand, maar die plenen zitten er natuurlijk ook tussen. Maar we gaan het zien. Op de 32 centimeter roach. En dan blijft de diepte in gaan. Oh, dat is wel een goede vis. Wat een beeldje hoor dit. Dat is een mooie vis, ja. Meter hoor.
We moesten er even op wachten, ouwe. Lekker hoor. Jij kreeg dat voor een aanbeet. We moesten er even op wachten en ineens zien allebei een tik op die hengel, op de planer. Man, 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 man. Nou. Dit is een mooie vis hoor. Ja, dat is een dikke. Die zijn 10 denk ik. Dit is een dikke vis hoor. Dit is de knijter. Hier gaan we voor weg jongens. Wat een kop hè. Ja, dit is even bijkomen. 1,17 meter jongens. Wat een deals. Mooie vis. Echt hè? Ja, die is zo erg. Ja, die is pleiten. Boom, zegt hij. Zit power in? Oh man, man. Het was echt al even stil. En ik krijg een aanbeet. Ja. Die schiet los. En eigenlijk een minuut later zien we allebei die... Zien allebei die hengel. Die hengel staat natuurlijk recht overeind omdat die plane eraan zit. Ik zie allebei een goede tik, weer roept het ook. En nou, pak die hengel op, voel al gewicht. Die plane zit er wel tussen, maar ja, het is natuurlijk even kijken wat die... Wat hij doet, ja, toen ik hem helemaal zag, dan had ik wel in de gaten dat het een goede vis was. 1,17, tweede meter van de dag. Dus hier gingen we voor weg, hè. Altijd een beloning. Boah, wat een dikke. Lekker. Hop. Had er zin in. Hij is sterk, hè? Nou, dat leek kleiner. Leek kleiner inderdaad. Oh, wat heerlijk zeg. Nou jongens. Weer een mooie 90er. 93. Ik zet hem snel terug. Daar gaat hij. Klein douche. Klein boxie. Oh. Lekker man. Het is echt rondom de planten. Het is hier 2 meter diep. De planten komen een meter ongeveer van de bodem af. En daar vissen we bovenlangs. Ja, en dat is, dat loont wel. Dat levert gewoon mooie vis op. Dus, nou, op naar de volgende. Een dunne jongen, die had zeker zin in een groot hapje. Het is wel nummer 10. Het is wel nummer 10 van vandaag, ja, absoluut. Nou, die gaan we. Nou, die release hebben jullie ook nog nooit gezien. Maar ja, goed. Hij kwam wel in het water terecht. Helemaal top. We moesten vanwege het weer toch iets eerder afhaken. Het was behoorlijke pittige wind. Dus we konden niet echt lekker meer vissen. Maar goed, we hebben toch al een topdag gehad. We hebben er 11 kunnen vangen vandaag, grootste 1,17 meter. En we hebben er ook nog verschijnen gemist, echt ongekend. Jesse had de laatste 4-5 aanbeet gewoon echt geen geluk. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. En als je nog vragen hebt, laat gerust je vragen achter onder de video. Dan zal ik altijd even reageren. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later!